de BMW. Kijk hoe dat gaat. Het is weer mooi weer. Ik stond net even stil om de camera aan te krijgen. Maar ik heb toch wel een warm ruggetje zo in al eerder. Maar goed. Komt wel goed. Dus even kijken of we een leuk tochtje kunnen maken. Nu toe ging het niet zo snel allemaal. Een hoop treuzelaars voor mijn neus. Al die stomme dingen weer. Oh, daar hebben we er weer eentje. Ja. Oké, dan wachten we dan maar op. Ja, ik hoorde dat het iets anders klinkt dan normaal, omdat mijn wangen een beetje zijn samengeknepen door die helm. Dus dat is zo. Het is wel lekker witte weer toch wel. Zitten we nou Barendrecht, ja. Barendrecht zitten we. Leuk caravannetje, lekker maatje tenminste. Hier is PMT, zit daar zo. Ik denk dat we nu wel Ridderkerk kunnen halen en dan de brug kunnen vinden misschien. Ja, dat zou wel leuk zijn. Toch eens even kijken hoe het weggetje is als je daar lijkt wel eens loopt. Dat er is als je daar met de motor rijdt. Het schiet ook niet op, het is haast maar goed. Ik hoop dat het geluid het doet trouwens, anders zit ik allemaal voor niks te kletsen. Maar goed, dat weet je wel. Kijk, de skatebaan die ligt er ook een beetje buitenaf. Dat zal wel niet zo vaak gebruikt worden, denk ik dan. Nou, ik had een China GP10 besteld. Dat is om Bluetooth verbinding te krijgen met je GoPro Hero 4. Dan kan je dus een draadloos microfoon gebruiken. Het is gewoon je communicatie die op je helm normaal gesproken al vaak zit. Ja, dus, Hero 4 die is natuurlijk een beetje eruit, want er zijn natuurlijk al 5 en 6 is er al, dus ja, dan krijg je natuurlijk zoiets van, dan gaan we die dingen niet meer maken. Dus dat, ja, die had ik besteld, maar dat duurde al lang, hoorde niks meer. Ik kreeg eerst al een bericht van, ja, het wordt 4 dagen later. En daarna, die 4 dagen waren lang om, daar hoorde niks meer. Dus ik heb een mailtje gestuurd, hoe zit dat? Nou, oké, mailtje terug. Ja, hij is er niet meer leverbaar. Ik denk, oké. Ja, op zich niet gek natuurlijk. Als die Hero ook niet meer nieuw gemaakt wordt en nieuw meer verkocht. Dan, ja, dan moet je dan ermee. Met 2 motorfietsen. Nou, dan heb je dus dat kletsen. Dan, hou je er echt niet meer in de gaten. Maar wel leuk altijd een paar motorfietsen voor je. Kijk hoe dat die gasten rijden. Ik heb wel van een collega gehoord dat die hier met ruim 120 of zo overheen ging. En dat ze net klaar waren met meten of nog gingen beginnen met meten. Die zat nog wel een beetje in zijn rat. Uiteindelijk ging het wel goed. Niet even bij. Dat kan niet echt lukken, denk ik.
Kijk, hier is hij. Nu weet ik wel wat, hoe het nu gaat. Dat gaat wel makkelijk. Kijk, nu ga ik daar zo heen rechtsaf en dan ga ik linksaf bij de stoplichten daar erop. Paard en wagen, of is dat wat anders, een paard en wagen? Ik weet het niet, het is een wagen en een paard, dus je kan het ook andersom zeggen. Dus ja. Nu gaan we de brug wel vinden, denk ik, want we gaan nu gewoon een andere route. We zijn ze ook al een tijd bezig. Ik geloof wel dat het aardig wordt, een windgeruis is zo, maar het zal wel winnen. Misschien moet ik ook wel rustiger rijden, misschien scheelt dat. Hé, hey, kijk, die is foto's aan het maken van zijn modelauto. Nee. Ligt helemaal op de grond, de camera voor zijn neus. Wel leuk. Ja, dat is er eentje. Een Spanjaard met een vrachtauto hier. Ik weet niet of die wel goed zit. Zo te zien niet. Zo te zien niet. Zal ik door Ridderkerk zelf heen gaan of zal ik er omheen rijden? Ik denk dat ik door Ridderkerk zelf ga. Dat is weer wat anders. Niet zeg maar de centrum, maar de binnendoor rondweg, zeg maar. Water, ik ben gek op water uit. Ik heb alweer wat dode beesten op mijn vizier, dus ik hoop dat ze niet op de lens zitten van mijn camera. Dat wordt een beetje onscherp. Maar goed, ja, een beetje een raar ding eigenlijk, dat die GoPro's die hebben tegenwoordig Bluetooth. Maar wat je ermee kan doen? Niemand weet het, geloof ik. Ik zou zeggen, want dan moet je toch wel gewoon zo een microfoon er via Bluetooth op aan kunnen sluiten. En dan, ja, dan kan je gewoon zonder dat je camera zeg maar, op je helm zit met een draadje eraan vast, dan kan je hem gewoon via de Bluetooth doen en dan zeg maar ergens voor op de spiegel zetten. Dan de spiegel heb ik hem ook wel eens gehad en dat staat eigenlijk best wel lekker daar zo. Ik vind dan op je helm een beetje, je gaat met je hoofd zitten draaien en dan met je hoofd zitten draaien en dan zie je niet veel meer aan als je kijkt naar die film. Eigenlijk best frisse benen eigenlijk zo. Zo'n motor jeans aan, een Armalit Esquire geloof ik heet het merk. Op zich wel lekkere broek. Deze zijn er, ik heb er nog één, die heeft dan meer bescherming, maar dat is dan helemaal wel een stug ding dan eigenlijk. Zo, dat was een dingetje. Motor achter, ik weet niet wat die te voorheen is. Maar we tuffen gewoon lekker rustig, ja. Ik zit in de stad nu trouwens, de bouwde kom, dus moet ik toch een beetje rustig aan doen. Wel een lekker weggetje zo. Even de pad weg. Glad, voel het. Het is eigenlijk wat aan het doen. Ik denk weinig winkels open vandaag. Het motorkledingcentrum was open. Vandaag en morgen. En gisteren natuurlijk. En eergisteren. Dus op zich motorkleding kopen kan je wel. Ik weet niet of die motorkleding outlet in Breda of die nou vandaag open is. Of dat die morgen open is. Maar morgen heb ik geen tijd hoor. Dan heb ik wat anders tijd.
lekker wandelen en denken als het goed weer is. Ah, lekker toch die bochtjes, hè? Die bochtjes zijn lekker. Nee, zou collega hier wonen ergens? Het is allemaal nieuw, hè? Dat. Oh ja, er zit nou vandaag op de BMW. R1200 RS. Quickshift Pro. Wat dan altijd even soepel schakelt. Soms dan nog wel moeite mee met een beetje. Kijk, terugschakelen gaat dat wel mooi. Tenminste, ja, soms naar de tweede gaat het ook niet altijd perfect. Maar je moet wat meer toeren maken over het algemeen met dat ding. Maar het opschakelen was altijd nog wel een klapje. Ik weet niet of het kan horen. Schakelen. Ik heb nog niet echt veel gas gegeven natuurlijk. Doorgaand verkeer, daar moeten we rechtuit. Vroeger zat de Honda importeur, die zat hier zo ook. Ben ik wel eens op weer iets kijken, maar er stond nooit veel in mijn autotijd, zeg maar, er stond nooit veel auto. Van één auto of zo, twee auto's in de showroom, voor de rest niet. Ik zat hier rechts ergens aan de weg, komen we straks nog wel langs. Ja, groen. Eigenlijk, het is heel raar met die quickshift, gaat er schakelen met quick, zonder koppeling, zeg maar, gaat ook niet altijd lekker. Maar soms dan doe je dat met koppelen en dan geeft het ook een knal, dat ding, dat is niet normaal. Lijkt wel of hij gewoon zelf wel bepaalt of hij gaat koppelen of niet. Dan kan die luisteren naar jou. Kijk, hier heb je de Citroën, of de Peugeot dealer, waar we het pas over had met iemand anders. EG-klasse, Lamborghini. Een Lamborghini hierachter. Die komt zo wel aan, denk ik. Ik weet niet of hij er voorbij komt, maar hij zal ook aan de snelheidslimieten moeten houden. Nee, die zwaait niet. Die ook niet, die zit te ver weg. Maar misschien dat hij nou naast me komt staan. Busstrook, motorrijders. En dan blijft die Lamborghini. Ik zie hem nog niet. Namaak Lamborghini, denk ik. Dan zou die al sneller hier zijn. Nou, ik denk dat we die brug gaan vinden vandaag, man. Ik hoop ook niet dat die net open staat een keertje en zich eroverheen moet. Dit is een lekker glooiende, tenminste langzame doordrijbocht. Dat is wel lekker. Hier moet ik nog rechtuit, ja, hier moet ik nog rechtuit. Kijk, dit is wel lekker dat ik schakel hier, met hem gewoon zo zonder koppeling. Geeft hij zelf gas bij. Gas terug en geen koppeling in. Doet hij allemaal zelf. En als je dan zo ver bent, dan denk ik ook van nou, ik kan eigenlijk onderhand net zo goed met een automaat gaan rijden. Gorkum, A15 Rotterdam, Hendrik, allemaal voor mij moeten we nog verder door, hè? Of niet? Ik denk het wel. Is het hier een toch? Ik weet niet, eigenlijk. Ik denk het wel. Ik denk dat we daarheen hadden moeten. Dan gaan we toch, Gorkum stond daarop. Ja, dat is wel Gorkum eigenlijk dan, maar dat is A15, dat wil ik niet. Ik wil via de brug, die ligt daar. Eens kijken.
die zag het goed. Oh, Blassendam, ja, dat was de goeie. Kijk, het is mooi, de groen, hè, maar je ziet zo weinig. Dat is, wordt wel allemaal steeds groener ook, hè. Toch wel allemaal veranderd zo hier. Volgens mij als je hier zo nou rechtuit gaat, dan kom je bij die brug. Ik heb het toch een keer gevonden. Papendrecht staat er nog niet op. Ook allemaal pas geasfalteerd hier zo. Weer een mooi jacht daar zo. Papendrecht staat erop, zie je het? Vorige week hier nog onderdoor gelopen. Onder de brug hier zo. Aan het trappen. Alblasserdam daarin. Zo leuk. Wat een hobbel, man. Zo gaat het ongeveer. De achterkant blijft even groen. Blijft even groen. Ja. Twee brommers, maar die zagen mij niet. Daar gaat er nog één, die zit iemand achterop. Hé, hey, kijk daar. Dat is wel, sommigen dat wel leuk gaan vinden, die bekende plek hier zo. Ik ben benieuwd hoe het geluid is. Ik heb trouwens een andere computer tevoorschijn getoverd om dat te monteren, die video's tegenwoordig. Want de computer die ik ervoor gebruikte, die ging toch heel langzaam. Oh, daar zit hij. Kijk, dat is ook zo'n begrip eigenlijk hier met ons. Opnieuw en co. Opnieuw en co. Vast geen winkels open hier zo. Denk ik niet. Nee. Echt een fietsdag vandaag. De wind maakt niet zo uit tegenwoordig meer met elektrische fietsen. Kijk, ik moest hier zo rechtsaf. Ik heb dat soort dingen, kijk, als je komt daar, je gaat er nooit heen met de auto, weet je, dus dat scheelt dan. Ja hoor, daar komt het ergens. Dit is de weg waar ik al vaker gelopen heb, maar nooit gereden met de motor. Met de auto ook niet eraan. Kijk, een hoop fietsers toch wel, hè? Ja, gaat dan maar door. Kijk, met die witte lijntjes een beetje uit gaan kijken, want die zijn ook glad vaak natuurlijk. En dan die voeg hier in het midden ook, dus je zal altijd voorzichtig zijn met die dingen. Op de motor in ieder geval. Ik moet nooit op blijven rijden.
komen straks langs de Goudkust, weet ik. Die hebben je hier ook namelijk. Kijk, hier is de Goudkust. Komt hier. De Goudkust, kijk. En een leuk jeep, zeg maar. Een beetje een oud model. Een leuk ding eigenlijk. Kijk, een rollator, dat is hartstikke makkelijk. Ja. Wat grappig. Kijk, ja, kijk, lopen kan je dan nou niet, dat is nou jammer. Met de motor. Lopen wel. Oh, vaak genoeg gedaan. Maar kijk hoe we eruit gaan komen. Maar want dat weet ik dan echt niet. Dat weet ik dan echt niet. Oh, dat is dat bruggetje, dat opbouwbruggetje. Die ken ik ook wel, dan kom je eigenlijk in het oude Papendrecht terecht. Ik heb even een stukje door Papendrecht en dan moet ik even iets pakken dat ik zeg maar... Koninginnedag heb je dan hier de Vrijmarkt. Kom ik nu even kijken, dan moet je daarheen. Ik ga nu weten hoe dat moet dan. Kijk, dan kan je hier wel zijn, maar je mag hier niks. Oh, ik kan daarheen en dat lijkt me ook niet echt een... terrasje. Terug, je mag toch nergens heen. Steentjes lagen een beetje los daar. Kijk, waar gaan wij dat bord nou heen? Een onduidelijk verhaal eigenlijk. Denk ik dat geen. Rok vast. En brandweerkazerne daar zo. Ja. Oké, nog hier een. Een parade. Daar kan je lessen. Motorrijders nemen ook. Zo. Aanhangwagens lessen kan je daar ook. Grappig, hè? Ik weet het allemaal. Oh, de landrover daar zo. Dat wil ik ook hebben. Ja, ik vind echt gewoon... blijf ik goede, mooie dingen vinden. Ruig, simpel. Ja, dat kan wel leuk. Maar ja, maar wel goeie. Dus waar je niet iedere keer mee stilstaat, ergens overal. Hier in je bocht. In binnen in de ring. Merwee de Singel was het wel. Hè? Ik moet ergens dan proberen even een stukje over of langs de snelweg. Gerrit van Dalenstraat. Wie is dat? Gerrit van Dalen. Geef mij door aan mij wie dat is, want ik heb geen idee. Ik moet gewoon de bordjes doorgaan de weg, doorgaan verkeer volgen. Zo, een scherp bochtje. Komt wel goed, maar... Kijk, het zijn toch ook weer lekkere bochtjes allemaal hier. Als je hier gaat lessen, dan mag je gelijk al lekkere bochtjes doen. Die heeft geen voorrang, dus dan moet ik gewoon wachten. Het is toch
Zet, ja, het is best wel open. Best wel warm eigenlijk. Ik krijg een slapende arm van die gas moet geven. Ik moet steeds meer vasthouden. Ik moet de cruise control opzetten, maar dat werkt hier niet. Het lijkt wel of er een beest in mij rond zit. Ik voel hem op mijn voorhoofd bewegen, maar de fladdertuin zit vast. Ik heb geen idee waar ik nou uitkom. Ik denk op die grote burgemeester Dingersweg, denk ik. Geen idee, maar ik denk het wel. Ik denk het wel. Van mijn Sliedrecht misschien wel straks. Heen en nu zo alleen. Ik heb geen idee. Het is wel warm. Volgens mij gaan we. Ja, we gaan over de weg heen. Kom maar, sneller. Denk ik. Nee, niet. Maar we gaan wel langs het water verder. Grappig is dat als je op een andere manier ergens komt, dan heb je geen idee waar je zit. Maar ik ben er wel eens geweest, dat weet ik wel. Ja. Soms zo zachtjes moeten rijden. Maar ze ook doorgaan. Dus gaan daarheen, ik ook. Hier ben ik dan denk ik nog nooit geweest. Gerrit van Dalen, daar zat Van Dalen. Heus, Staal. Dat is een andere heus, dat zijn de heusvoeders, denk ik dan. Van Wijngaarden, die ken ik ook. Die ken ik ook. En dan zit ik weer op het industrieterrein. Pon zit er ook. Caterpillar. Maar ik moet dan een beetje. Oh, dat maakt er niet uit ook. Dat is niet interessant. Het staan hier nergens bordjes, hè, want daar heen voor iets krijgen. 30, wees uit. Misschien moet ik de snelweg op. Ja, die snelweg even op. Dan kan ik een stukje snelweg doen. En dan. Kom ik zelf bij die brug over het water.
ik hier. Overstekende lijnbussen, dat is wel raar, ja. Die schiet niet op, zeg. Water over. Nou, na het water ga ik wel rechtop. Ik snap het niet. Hoeveel harder gaat hij nou weer? Geen millimeter harder dan dat hij mag. En nou gaat hij juist harder rijden. Hè? Dat heb ik nog maar weinig gefilmd, geloof ik. Het doet niet zoveel aan, hè? Dat zie je. Het is saai. Kom maar gewoon zetten op nu zeg maar toeristisch naar huis en rijden dan. Voor mij is het Werkendam, maar dat, Werkendam denk ik. Dat ga ik volgen. Dat is een clipje. Kijk, dan ga ik weer terug, zie je? Toen was toch een goede ingeving waar ik heen wilde. De recreatieve voortgang, zeg maar, pakken. Je hebt veel te druk met slingeren. Nou, benieuwd hoe die me dan stuurt. Eens kijken hoe de kaart staat. Nee. Kan je het nog aanpassen? Je kan sowieso aanpassen, kan gewoon ergens anders in rijden en dan past het vanzelf aan. Dat is dan weer het mooie. Dat is dan het voordeel als je zelf geen route maakt. Als je ergens bent, kun je toch op een toeristische manier terugkomen. Het scheelt maar weinig tijd om nou 4:15 binnen. Dus 4:15 thuis, dus dat valt dan wel mee. En hoe dat dan gaat lopen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval ben ik hier nog niet veel geweest. Dus het is in ieder geval een rondje wat ik niet vaak maak. Dordrecht, Werkendam, zie je, dan ga je die kant op. Dan hier rechtuit bij de rotonde. Waar ik net eens gekeerd ben eigenlijk. Dan ga ik toch rechtuit. Werkendam Oost, dat ligt daar dan. Okay.
Italië. Wel een bos hier, geloof ik, zo te zien. Je mag hier 60. Snelheid, man. Dordrecht, zie je? Gaan we de volgende. Daar dan. Slagboom. Een slagboom. Waar moet ik dan heen daar zo? Kan ik niet zien. Oh, rechtuit. Oké. Ik krijg een kruising zo meteen. Stinkt hier weer. Ik denk, daar ligt wat op de grond ook volgens mij hier. Is boshaven, Beatrixhaven. Is ook een haven. Hij zegt dat ik daarin moet. Wel leuk. Ja. Is wel leuk. Elektrische auto's. Stond erin te laden in ieder geval. Zag ik. Dus alleen draad dan in ieder geval in eentje was. Dus. Ik denk niet dat we hier achter blijven. Wel, je weet het niet. Wel, ja, apart weggetje. Hobbel? Nee, niet echt. Het is de zot uit, die moet afremmen, omdat die ander gaat inhalen. Ik denk, ja. Te koop. En daar neerzetten. Te koop. Ik hoor niks, dus ik moet hem zelf in de gaten houden, wat hij allemaal zegt. Ik denk. Langs het water rijden, ik weet niet wat dat is, maar dat vind ik altijd gewoon heel leuk. Ik vind het dan moezel ook, zeg maar, dat is echt hartstikke leuk. En zeker als er een zonnetje is, zeg maar, dan geweldig vind ik dat. Als hij me niet over een pont stuurt natuurlijk, daar heb ik geen zin in. Was vorige keer natuurlijk ook, dat hij Land's End of zo, Land's End. Een beetje een titel van Pirates of the Caribbean, zeg maar. Lopen of is dat nog van de regen of zo? Een hoop water hier wel. Ik kan hier ook leuk fietsen. Jawel. Lekker. De paardjes daar zo, die staan helemaal bijna ingesloten door het water. Ik wil eigenlijk daarheen misschien, hoewel ze wel lekker kunnen pootje baaien, dat is wel lekker cool. Lekker cool dan. Lekker cool. Wordt al saai over in het stukje. Hey, die springer staat helemaal niet op de navigatie.
staat hij er nog. Ja. Kan hij wel lekker rijden. Een witte Z57 Kawasaki. Droombrug. Daar vind ik nog het grootste pluspunt van een navigatiesysteem. Als je zegt, wil daar naartoe en neem maar de bochtige wegen, dan krijg je best wel leuke routes eigenlijk. Maar je moet eigenlijk gewoon eerst maar ergens naartoe rijden. En als je ergens bent, dan zeg ik wil nu zeg maar bochtige wegen terugrijden. Geen snelweg, bochtige wegen. En dat is best leuk dan.